Studio Hilversum. Hier is Hilversum, de NCRV. Goedenavond, geachte luisteraars. Hier is Hilversum, de VPRO, de Vrijzinnig Protestantse Radio. Ze staan op de bres en de kroo is paraat. Hallo, hier Hilversum, hier is de VARA. Hier is de omroep van het vrije woord. Met deze woorden, dames en heren, verklaar ik de AVRO Studios voor geopend. Een nostalgische wandeling langs de Hilversumse studio's, uitgestippeld door Koos Snel. Hey! Ja, dat bent de bietenbouwers onder leiding van Boer Biet. Waarom zou je boos zijn op mij? Anneliese, ach Anneliese, je weet toch, mijn liefste ben jij. Maar ik kon het heus niet slikken dat je mij hebt laten zitten. Net toen ik mijn laatste geld aan bloemen had besteed voor jou. En toen jij niet bent gekomen, heb ik dit boeket genomen. Ik heb het toen, je mag het weten, door een dit de goot gesmeten. Anneliese, ach Anneliese, gebruik toch je goede verstand. Anneliese, ach Anneliese, ik vraag je nog steeds om je hand. Er kwam een tijd van verdriet en van narigheid, want ik dacht zeker, mijn schatje, dat ben ik kwijt. Toch is Anneliese gekomen, och wat was ik blij. Anneliese heeft me genomen, zij is dol op mij. Zo is het in het leven en ook in de liefde vaak. Ik bleef mijn best doen en ik sloeg haar aan de haak. Anneliese lacht altijd nog als ik haar bloemen geef, omdat van mijn eerste boeketje overbleef. Geld aan bloemen had besteed voor jou. En toen jij niet bent gekomen, heb ik dit boeket genomen. Ik heb het toen, je mag het weten, woedend in de goot gesmeten. Anneliese, ach Anneliese, gebruik toch je goede verstand. Anneliese, ach Anneliese, ik vraag je nog steeds om je hand. Om je hand. Anneliese. Een liedje van Hans Arno Simon met een Belgisch-Nederlandse tekst van Henk van Aleda. Door de bietenbouwers onder leiding van Boer Biet, dat was Ger de Roos. Met zang van de Melkmeisjes en de Dorsvlegels. De solist was duidelijk Henk Dorel. Maar dat mocht je niet weten, want hij zong ook bij andere omroepen. Hij was ook musketier geweest bij het orkest zonder naam. 1954, Anneliese. Goeiedag, Studio Hilversum. De bietenbouwers werden net als later de boertjes van Buten aangekondigd door Gert-Jan Kruipmoes, een typetje van Kees Schilproort. Over hem gaat dit programma. 28 november 1917, de 100ste geboortedag van Kees Cornelis, geboren in Apeldoorn. Als jongetje wilde hij al bij de radio, als omroeper of als presentator. Hij hoorde voor de Tweede Wereldoorlog de Ramblers onder leiding van Theo de Masman bij de VARA en zanger Bob Scholte bij het orkest van Kovacs Slajos bij de AVRO. Kees doorliep de HBS, de Prins Hendrik der Nederlanden HBS in Apeldoorn, en studeerde economie. Hij kreeg een baan op Paleis het Loo als assistent van zijn vader, die daar secretaris was voor koningin Wilhelmina. Dat betekende ook thee drinken met de koningin. Thee drinken met de koningin, dat heb ik eens gedaan bij koningin Wilhelmina. En dat doe je uit. Terst bekwaam, daar moet je voor oefenen. En je moet natuurlijk een net pak aan hebben.
Je kunt niet zoals die jongens tegenwoordig maar overal naartoe lopen in een shirtje en een t-shirt en zo. Nee, donker kostuum. En dan kom je daar binnen en er staat een kamerdienaar. En nou ja, die doet de deur voor je open. En dan blijf je een beetje met knikkende knieën staan. En dan komt koningin Wilhelmina met haar hofdame binnen. En die geeft je allemaal de hand en dan zeg je keurig wie je bent. En nou, dan komen ze met de thee en dan hoor je de kopjes rinkelen zo. Zo gaat dat. En dan, en dan, en dan? Nou ja, dan drink je thee en dan richt zij het woord tot... Maar om de beurt, je zit er met, we zaten er geloof ik met 5 of 6 man. En om de beurt word je dan toegesproken. En dan vraagt zij wat je doet. En ja, of je het plezierig vindt. Koningin. Er was er niet één bij die zei, majesteit, ik vind er niks aan. De andere stem was Wim Noordhoek van de VPRO Radiovereniging. Dat programma deed hij met Arend-Jan Heerma van Vos. Kees was op 21 augustus 1990 te gast. In de oorlog ontstond het type Gert-Jan Kroetmoes. Nou, ik had dus teksten geschreven. En meer korte verhaaltjes. En dan liet ik mensen in optreden. Die waren in het Nederlands geschreven. Maar dan liet ik mensen in optreden van de Veluwe. En als ze dan met elkaar spraken, dan gebruikten ze het Veluwse dialect. En toen kwam ik bij Jan Haan van de VARA. En die zegt, wat wil je eigenlijk met die dingen? Ik zeg, nou, die wilde ik wel eens voordragen. Peter Pech dus. Peter Pech was dat, ja. Ja. En toen zei hij, nou, dan moet je niet zo voordragen met Nederlands, maar dan moet je het hele verhaal in het Veluws voordragen. En dat moet je dan eens doen op, in het programma En Nu Oké op de zaterdagavond. En ik was nog nooit in zo'n programma geweest. En hij zegt, dan moet je een boerenpakje aantrekken. En ja, dan kun je niet als Kees Schildbrood, hoe noem je je dan? Toen zei ik, nou ja, Gert-Jan Kroetmoes, zei ik toen. Want Kroetmoes, dat is een gerecht op de Veluwe. Wat is dat? Dan is het vreselijkste wat je eten kunt. Waar smaakt het naar? Dat smaakt nergens naar. Nou, smaakt nergens naar. Wat is het? Dat is karnemelk met rozijnen, bepaalde kroetmoeskruiden, daarin een rookworst en daaroverheen stroop. Hm. Als jullie even van de walging bekomen zijn, gaan we verder. Kees ging teksten schrijven voor Radio Reizen Nederland in 1945. Hij kwam op 19 oktober 1946 bij de Omroep. Eerst voor de VARA, maar stapte in 1948 over naar de KRO. Dat was eigenlijk per ongeluk. KRO-drummer Gerard van Bezij. We hadden in die tijd bepaalde zondagen. Friese zondag met Rico van der Meer en weet ik veel, Twentse zondag. En een keer zouden we een boerenzondag houden. En dat was helemaal gepland en rond. En toen kwam Toon Rammelt naar Gerde Roos toe en zei, ja, we hebben dan een boerenzondag, maar ja, er zou eigenlijk ook een muziekje bij moeten. Ja, wat voor muziekje? Gerde Roos dacht even door en die dacht aan bauernkapellen. Boerenkapellen, ja. Die kenden we hier nog niet. En ik had vroeger in Duitsland gewerkt, dus hij zegt tegen mij, wat is dat ongeveer voor een bezetting? Nou, ik vertel dat. Dan heb je nog geen muziek natuurlijk. Toen had hij in zijn platenwinkel had hij 2 opnames van een Amerikaans groepje, die noemde zich de Six Fat Dutchmen. Ger van Leeuwen heeft die gezet voor die bezetting die we hadden. En die heette dan ook Bietenbouwers 1 en Bietenbouwers 2. Verder nog een paar Tsjechische polkaatjes ertussen. Dat was dan dat. Maar voor die Boerenzondag daar was, moesten wij een opname of uitzending maken in Rotterdam, in een militair tehuis. Daar zaten wij en misschien de Dee Jacksons en nog de een en ander. En er was ook een kereltje in Burger. Die hield smiddags even een microproefje. En dat bleek een mannetje te zijn die in Veluws dialect sprak. En s'avonds optrad onder de naam van Gert-Jan Kroetmoes. Waarop alweer Ger, goed idee, zei, hey, dat zou wel leuk zijn dat die man in plaats van een omroeper in dat dialect die boerenmuziek aan elkaar sprak. Ja. Hadden wij toen niet in dat militaire huis gespeeld en waren we Kees Schildbroer niet tegengekomen. Wie weet hoe het toen dan met Kees Schildbroer vergaan was, dan had hij waarschijnlijk nu nog op het loop gezeten, ik weet het niet. Ja, ja. Maar dat, nou ja, dat was eenmalig bedoeld. Nou, men weet misschien nog wel wat eruit voortgevloeid is. Ja. Hij hield ongeveer nooit meer op. Gerard van Bezij bij Frans van Sark begin jaren 90. Hier zijn de Bietenbouwers onder leiding van Boer Biet op 7 december 1949. Hey!
Ja, dat bent de bietenbouwers onder leiding van Boer Biet. Met zang van Lubbert van Gortel en praatjes van Geit-Jan Kruikmoes. Nou, er zit van oom zo'n machtvolk in de tenten hier. Ik zal zeggen dat me wel goed liek, jongens. Oumers begint met te zeggen, zet hem op, Boer Biet. Wie kent ze niet, de bietenbouwers in hun boerenpak. Met blauwe kiel en zwarte zeeën plak. Thank you.
beroemde Circus Lent van Gustav Peter, Fred Rosendaal op xylofoon. Ze noemden hem bij de bietenbouwers en de boertjes van Buten Fred Rozenstruik. Een opname van rond 1953 en daarvoor op de radio 7 december 1949. Kees schreef ook enkele teksten voor de bonte dinsdagavondtrein van de AVRO en het zaterdagavondprogramma van de KRO Negeheid de Klok, waarvoor de meeste teksten werden geschreven door Jan de Cler, Alexander Pola en Dieke van der Meer. Ria Verdaasdonk, kortweg Ria Verda, werkte mee aan Negeheid de Klok, onder andere net als Joke van den Berg in de rubriek De Familie van Tutte van Jan de Cler, en ze zong bij het KRO Amusementsorkest onder leiding van Klaas van Beek. In 1954 een tekst van Kees Schilperoort en Henk Jansen van Galen, dat was Lubbert van Gortel bij de bietenbouwers en de boertjes van Buten, op de hit van Bonnie Lou uit 1953, Seven Lonely Days. Dat werd 7 dagen lang, maar op de plaat een andere orkestbegeleiding. Dagen en nachten zijn nu voorbij, draaiden al mijn gedachten om jou en mij. Daarom zul jij wel beseffen hoe ik me voel. Doe niet zo even, doe niet zo goed. Jaar verder, 1954, 7 dagen lang, ook opgenomen door het orkest zonder naam onder leiding van Gerde Roos met de Marketenses en de Musketeers, maar dan een ietsje andere tekst. Vanaf 1950 leidde Gerde Roos ook bij de KRO de Van Zessenklaar Club, waarin jong talent een kans kreeg. Presentator was Kees Schilperoort, hier in 1954. We zijn van 1, 2, 3, 4, 5, van 6 en klaar. Ik kom met 1, 2, 3, 4, 5 van klaar. Met zang, muziek, met alles springen van de wind. Net zo lang als duurde het wind. We luisteren naar het repertoire van de club van Zessenklaar. Aan de oever van een snelle vliet een lid van de Van Zessenklaar Club zat. Hij weende niet, maar hij zong een lied. De oever heet Zutphen, de snelle vliet de IJssel en het lid van de Van Zessenklaar Club Ko Hagedoorn. Hij gaat voor u zingen De Man met de Banjo. Oh.
Kijk, wie komt daar? Hoor, wie zingt daar? Het is de man met de banjo. Voor een stuiver speelt die snuiter alle zorgen opzij. Alle hondjes krijgen klontjes van de man met de banjo. En zijn liedjes, melodietjes, maken iedereen blij. Kijk de kinderen daarin springen, ook de groten blijven staan. Hoor ze daarin samen zingen, nu is hij voltaan. Wordt al donker, sterbeflonken, daar gaat de man met de banjo. Is tevreden hier beneden met zijn dagelijks bestaan. Hagedoren zingt niet met een echo-kelder, maar het komt zo diep weg, die zingt met een echo-put. Jongelui, er is post gekomen. Voor Black and White komen jullie even hier, jongens. Black and White, je ziet, ik heb hier een stapeltje brieven. Jongen. En, ja. Waar is dat? Hè? Nou, hier, je ziet het toch? Oh ja, ja, dat is en, daar staat haast allemaal hetzelfde in. Of jullie nog één keer willen zingen, ik weet niet of je het doen wilt hoor, je moet het zelf maar zeggen, maar daar bij de waterkant. Kan het nog één keer? Oh. Nou, vooruit maar. Vooruit maar. Ja, jij zegt het vlugger dan hij, hè? Ja, ik ben maar doen jullie, dat doe je mee of niet? Ja, het moet wel. Goed, daar bij de waterkant. Ik heb je voor het eerst ontmoet, daar bij de waterkant. Daar bij de waterkant. Daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Was in de wolken en ik vroeg of jij me kussen wou. Daar bij de waterkant, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Ik vroeg of jij me kussen wou. Daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Je kreeg een kleurtje en zei nee, hoe komt u op het idee? U bent beslist aan buis, maar na verloop van nog geen jaar werden wij een paar, stonden wij samen op de stoep van het stadhuis. Ik heb u voor het eerst ontmoet, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. De waterkant, ik heb je voor het eerst ontmoet. Daar bij de waterkant, daar bij de waterkant.
Bij die waterkant was in de wolken en ik vroeg of jij me kussen wou. Me kussen wou. Daar bij de waterkant, de waterkant. Daar bij de waterkant, de waterkant. Daar bij de waterkant. Ik vroeg of jij me kussen wou. Me kussen wou. Daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Je kreeg een kleurtje en zei nee. Hoe komt u op die idee? U bent beslist abuis voor het moeder meezingen. Maar na verloop van nog een jaar werden wij een paar. Stonden wij samen op de stoep van het stadhuis. Ik heb je voor het eerst ontmoet. Daar bij de waterkant, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Ik heb je voor het eerst ontmoet. Daar bij de waterkant, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Zo kan het wel, jongens. Daar bij de waterkant. Ik zei, zo kan het wel, jongens. Daar bij de waterkant. Als jullie eens een lekker snippeldagje namen, jongens. Daar bij de waterkant. Nou eens kalm naar huis gingen, jongens. Daar bij de waterkant. Nou, niet weggaat, laat ik het hele water op mijn kosten tempen, jongens. Daar bij de waterkant. Ja, jullie met applaus. Behoorlijk losse presentatie, hè, voor 1954. Het duo Black and White. Black, dat was Jan Klumperman, White Eugen Gijzer uit Delft. Ze waren al in 1949 een duo, dus echt sprankelend nieuw talent was dat nou ook weer niet. Maar ze mochten pas sinds 1954 platen maken. Daarbij was ook daar bij de waterkant. Eigenlijk naar aanleiding van het succes van de Four Lads, Down by the Riverside. Want dat was al een heel oud lied. We moeten denk ik terug naar 1918. De Nederlandse tekst was van Jacques Bes. En er was ook een versie van Eddie Christiani. Maar nu dus in de KRO-studio. Ik denk ook wel weer met Eddie de Jong op het Hammond-orgel. Jo Budy accordeon. En Cor Baan op de banjo. Die speelde bij Co Hagedorn, de man met de banjo. Dat was naar aanleiding van het succes van de Ames Brothers uit 1954, The Man with the Banjo. Eigenlijk een Duits lied van Fritz Schulze-Reichel. En de Nederlandse tekst was ook weer van Henk van Aleda. In België gebracht door Bobby-Jan Schoepen. Het is wel leuk dat de bladmuziek van Down by the Riverside is te vinden op www.muziekschatten.nl. Volgens het arrangement van het Caro Dansorkest onder leiding van Klaas van Beek. Dus wij blijven in de buurt. De Van Zessenklaarclub bracht talenten voort als Annie Palmen, de Salvera's en sommigen die al elders hadden gedebuteerd, die mochten daar ook optreden, zoals Corrie Brokken en Nelly Wijsbeck. En Black and White was er dus ook al. Gert Roos stapte door oneenigheid op bij de KRO. De Van Zessenklaarclub hield op te bestaan en werd de springplank. Met in de jury, om nieuw talent te beoordelen, producer Ton Kool, arrangeur Pierre Wijnobel en orkestleider Jo Budy. Door het opstappen van Gerde Roos kreeg Jo nog meer werk bij de KRO. Het orkest zonder naam veranderde in de zingende en spelende troubadours onder leiding van Jo Budy en de bietenbouwers in de boertjes van Buten onder leiding van Jo Budy. Kees Schilproort bleef als Gert-Jan Kroetmoes de nummers aankondigen. Wie speelde er nu eigenlijk in die bietenbouwers CQ boertjes van Buten, Kees? Nou, dat waren mensen uit, muzikanten uit diverse orkesten. Daar zaten erbij Van de Remlers, was Marcel Tielemans en Ferry Barendse en Bertje Gijze heeft erin gezeten. Marcel Tielemans trombone en Bertje Gijze en Ferry Barendse trompet. En dan had je nog wat mensen zoals Benny de Gooier en Henk Goeres. Het waren klarinetisten en die speelden bij het orkest zonder naam. We hadden ook een Harry Zevenstern. Die was de eerste trompetist van het Radio Philharmonisch. En dan hadden we nog de man die de tuba speelde. Dat was Joop Diepenbroek. En die zat weer in het Omroeporkest. En zo hadden wij een aardig clubje bij elkaar. Vergeet niet Joop Budy accordeon, Fred Roosendaal, Fred Rozenstruik xylofoon, Piet Baan gitaar, Henk Ortman bas en Gerrit van Bessé slagwerk. Had het over Bertje Grijze. Die soleert nu in de posthoorngalop van Herman König.
Bert Grijzen als solist in de Posthoorn Galop. De Boertjes van Buten in 1957. De bladmuziek is te vinden op www.muziekschatten.nl. Het jaartal is niet bekend, maar de componist overleed in 1844. Dus daarvoor werd die melodie gecomponeerd. Lubbert van Gortel, oftewel Henk Jansen van Galen en Bertus Bolknak, oftewel Henk van Wijk, die zongen toentertijd bij de Boertjes van Buten. Kees die was tot 1956 werkzaam op Paleis Het Loo. Kon hij dan wel bij de Boertjes van Buten blijven? Want het was zelfs zo dat de Boertjes van Buten, die gingen dan op tournee, of die hadden snabbels van de avond ergens in de provincie. En ik zat tot 5 uur op het paleis achter mijn bureau. En dan kwam de bus met de Boertjes van Buten voorrijden. Daar kwamen ze er vaak nog uit om een kopje thee te drinken. En dan stapte ik in die bus en dan ging ik naar de plaats van bestemming, ergens Groningen, Friesland, Drenthe. Dus dan zei ze, ha, Kees, even een snabbeltje, zei ze. Ja, zo ging dat. Dat was heel eenvoudig. Nooit aanmerking op gehad. Mensen waren me zeer ter wille. In 1957 schreef Kees Schilproort met Pierre Wijnobol, die schreef de muziek, Kees de tekst, een liedje voor, daar heb je ze weer, Black and White, Jan Klumperman en Eugen Geiser. Ze namen het op met het NCRV Meisjeskoor Sweet 16 onder leiding van Lex Korsemeijer. Ai, ai, Olga. Ai, ai, Olga, als jij niet van me houdt, dan spring ik in de Volga, een kind die is nog koud. Met jou wil ik mijn vodka delen en dansen als de balalaika. Zo lieve schat, en die grote Volga is veel te diep en nat. Daar leefde in zijn nauwe rust de man van met de Caucasus en was verliefd op Olga. Hij zei: ik wil met je trouwen, zus, geef je mij niet gauw een kus, dan spring ik in de Volga. Ai, ai, Olga, als jij niet van me houdt, dan spring ik in de Volga, en kind die is zo koud. Met jou wil ik mijn vodka delen en dansen als de balalaika spelen. Ai, ai, Olga, je bent zo lieve schat en die grote Volga is veel te diep en nat. En moest nog voor zijn goed fatsoen wel in de Volga springen. Hij nam een aanloop op het strand, er haalde net de overkant en ging daardoor met zingen. Als jij niet van me houdt, dan spring ik in de Volga, en kind die is zo koud. Met jou wil ik mijn bot gaan delen en dansen als de balalaika spelen. Je bent zo lieve schat, en die grote Volga is veel te diep en veel te diep en veel te diep en nat, diep en nat. Lekker alle vooroordelen over Rusland in dat liedje. Maar ja, het was 1957. Geschreven door Kees Schilproort en Pierre Wijnobol. Door Black and White en Sweet 16 onder leiding van Lex Korsemeijer. Ai, ai, Olga. Op de radio trouwens gezongen door de Etergeuzen. Dat andere koor van Lex Korsemeijer. Kees Schilproort werd panellid van Kopstukken onder leiding van Leo Nelissen. Naast Kees de Langer, Sophie Stijn en Godfried Bomans en soms andere mensen. Dat was eerst onderdeel van het zaterdagavondprogramma Tirelantijn in 1959. Kort erop los, maar wel met hetzelfde publiek opgenomen, hier op 2 maart 1962. Problemen verdwijnen waar de kopstukken verschijnen. Luisterend Nederland, dames en heren, heeft de waarheid van dit devies ingezien. Een stroom van moeilijkheden kwam op ons af.
Maar omdat we ze alle in de diepte behandelen, oppervlakkigheid laten we immers aan andere media over, daarom komen maar twee kwesties aan de beurt. De kopstukken, Sophie Stijn, Godfried Bomans, Kees de Lange en Kees Schulpreurt, zullen ze ingrijpend behandelen. Wie mag ik het woord geven? Trimbos. Mevrouw Trimbos uit? Amsterdam. Uit Amsterdam. Mevrouw, mijn heer, kort geleden zouden wij op een zondag met mijn man een herfsttocht gaan maken. Tot besluit daarvan zouden we met de kinderen ergens gaan eten. Die zondag ging 's morgens de telefoon en ik hoorde mijn man zeggen, ja, het is oké, ik ga mee. Het bleek dat hij onverwacht een kaartje Holland-België kon krijgen. Wat hadden de kopstukken in mijn en in zijn geval gedaan? Meneer Schilpoort. Ja, zoals ik het zie, mevrouw Trimbos. U vindt het een onvriendelijk gebaar van uw man dat hij naar die voetbalwedstrijd is gegaan toen hem dat kaartje aangeboden werd. Maar dat is niet zo. Het is namelijk zo, wij mannen zijn vaak te goed, we kunnen niets weigeren. Ja, dat is waar. Ja, de heer De Lange is het hier volkomen mee eens. En dus heeft hij dat geaccepteerd. Zo is dat gekomen. En dan vind ik eigenlijk dat u toch wel in gebreken gebleven bent. Oh. Ja, u had een taxi moeten nemen toen u merkte dat het in de rust 5-0 stond. En toen had u met de kinderen naar het Feyenoordstadion moeten rijden. En bij de uitgang had u tegen hem moeten zeggen, en waar gaan we nou eten met z'n allen? Ja. Ja. Kees Schilproort als kopstuk. Kees Schilproort en Kees de Lange die hadden soms ruzie, maar dat was gespeeld. Ze konden goed met elkaar overweg. Ze gingen als duo het land door en draaiden plaatjes voor het publiek. Een drive-in discotheek avant la lettre, zullen wij zeggen. Op de dinsdag van 1:15 tot 2:00, gestart op 1 oktober 1963, het programma Draai maar. Daar is een plaatje van gemaakt dat klinkt wat overgemoduleerd, maar ik laat het toch even horen. Stem die het mens doet bekoren. Maar alles en als je maar vaak genoeg hoort. Dus draai je maar, draai je maar, draai je maar, draai niet maar door. We zijn een nieuw soort platenpaar. Na veel geklets in draai je maar. Staan wij als duo naast elkaar. En zingen we de hit van het jaar. Een stem hebben we geen van twee. Geen hoge en geen lage C. Geen maatgevoel, dus hupsakee. Hou op de plaat en voor de tv. Stem die het mensdom bekoort, maar alles kent als je maar vaak genoeg hoort. Dus draai je maar, draai je maar, draai je maar, draai steeds maar door. Soms lijkt het of de pick-up stoort, maar dat's de Lange die u hoort. En dat gegil dat lijkt op moord. Dat's het geluid van schilperoor. Van zingen word je niet zo moe. Als van het sjouwen met een koe. En het is ook niet zo'n zwaar gedoe. Als steeds zo'n plateninterview. Geen stem die het mens onbekoort, maar alles bent als je maar vaak genoeg hoort. Dus draai je maar, draai je maar, draai je maar, draai steeds maar door. Dus draai je maar, draai je maar, draai je maar, draai steeds maar door. Dus draai je maar.
Fraai maar, Kees Schilperoort en Kees de Lange als zangers. De muziek was van Frank Dirne, broer van de Brabantse producer Gabi Dirne. En de tekst was van Kees Corbijn. Kees was ook op televisie van 1965 tot 1968. Presenteerde de quiz Het Gulden Schot. Mensen moesten dan vanuit de huiskamer zo richten dat ze dan prijzen konden winnen. En de Boertjes van Buten die kwamen naar de radio nu ook op televisie vanaf 30 juni 1966. Annie de Reuver was een blauwe maandag boerin Drika. In 1967 werd dat tot 1973, ja, misschien ook nog wel, nee, langer niet, want toen hielden ze op te bestaan. Ja, zo was het. Dat huisorkest dat ging nog wel even door, dat is een ander verhaal. Maar Drika was Annie Palme. Ga je naar Volendam, doe dan je klompen aan. En doe met ons allen mee, de Hollandse polka, de Hollandse polka. Niemand kan blijven staan, als dan de klompen slaan. Ja, dat is een goed idee, de Hollandse polka, de Hollandse polka. Van deksel tot geleen, van Goes tot Heerenveen, daar danste iedereen alleen die polka. En zelfs in Amsterdam danst men hem op de dam. Bij de muziek van het Pyramid, overal is hij bekend. Die Hollandse polka, die Hollandse polka. In Amsterdam danst men hem op de dam. Bij de muziek van het Pyramid, overal is hij bekend. Die Hollandse polka, die Hollandse polka. Die Hollandse polka. De Hollandse polka van Jo Budy, die schreef de muziek, bij Puting de tekst, is te vinden in de catalogus van www.muziekschatten.nl. Annie Palmen als Drika en Henk Jansen van Galen als Lubbert van Gortel in 1968. In 1970 overleed Henk Jansen van Galen en werd opgevolgd door Ab Hofstee als boer Voorthuizen. Terug naar 1966. Kees presenteerde vanaf 2 oktober 1966 op Hilversum 3 bij de KRO Koffie met Kees. In dat uur praatte hij met een hoofdgast en draaide platen, productie Jos Timmer. Eerst op zondag, later op donderdag. De koffiejuffrouw bracht de koffie tijdens de uitzending binnen. Dat hoorde natuurlijk zo. En dan moest ze wel de mond houden. Maar op een dag haalde Kees haar voor de microfoon. De luisteraars vonden dat zo leuk. Ze mochten regelmatig een praatje houden. Bij Radio Veronica hadden ze ook zoiets. Tante Erna. Bonte avonden als Negerheid de Klok, Carousel en Tirelantijnen als ik bij de KRO blijf. Die werden niet meer zo goed beluisterd door de opkomst van de televisie. KRO-producer Gerard Hulshoff kwam op het idee om een dergelijk programma overdag te brengen. Van 12 tot 2 met diverse vocalisten, instrumentalisten, het KRO-huisorkest onder leiding van Jo Budy met grappige bewerkingen van klassieke werken. En een heel populair onderdeel werd het spel Raden maar door Kees Schilperoort. Presentatoren waren Ted de Braak, Felix Huizinga en hier op 29 november 1973 als presentator Hans van Dillegenburg. Kees Schilperoort presenteert Raden maar. Dames en heren, we hebben 250 gulden in kas en het geluid op de band is niet een elektrische zeef. Het is geen nagelvijl, het is niet het wassen van de haren en het is niet het rammelen met een doosje lucifers. 250 gulden in kas, hier komt het geluid. Thank you.
aardig geluid. Ik vind iedere middag weer leuk. Ja, het is wel te... Ja, mevrouw zegt dat hij vooral versterkt opgenomen. Mevrouw, inderdaad, dat zeg ik er ook iedere middag bij. En het is hoofdzaak, dit geluid, hoor. We zullen het weer afwachten. 250 gulden in kas. Ja. Zo komt hij al beter. Met mevrouw van der Zee? Wat, met mevrouw van der Zee? Nee, ja. Mevrouw van der Zee? Nee, ja, met Kees Schildbrood. Allang van der Zee Schildbrood. U woont in Enkhuizen? Ja, hoor. Ik in Hilversum? Ja. Hoe is het weer in Enkhuizen, mevrouw? Het weer? Nou, het is wel prettig. Wel prettig? Ja. Bij ons ook, zon? Goed. Nee, hier is geen zon, maar het is wel, het is beter geen sneeuw. Geen zon, maar ook geen sneeuw? Nee, net ertussenin. Ja, ertussenin. Dan kan er van alles gebeuren vanmiddag. Ja. Gaan sneeuwen en de zon kan gaan zijn. Ja. Nou, en geluid, hè? Wel moeilijk, hè? Ja, ik wilde net vragen, hoe vindt u het? Ja, nou, ik heb een paar suggesties dat me afwacht, hè. Van wie hebt u die gekregen? Nou, van een buurman en van mijn schoonzusters en nog een schoonzus. Ik heb drie dezelfde. Drie dezelfde? Dezelfde, ja. Dat moet goed zijn. Ja, nou... Dat kan niet anders, dat moet goed zijn. Nou ja, maar afwachten, hè. Ja, we moeten dat... Het is alles of niet, zo zeggen we het maar. Ja, we moeten dat... Maar als u nou drie dezelfde suggesties hebt, hè, ja. Bent u dan niet van plan om dat antwoord te geven? Nou, ik weet het niet. Dat ik dan weer horen, denk je, ja, nee. Ik weet het zelf ook helemaal geen idee. Nee. Dat ja, maar afwachten, hè? Ja. Maar, wat zeg jij? Dat, ik zeg ja, dat moeten we afwachten. Waarom hebt u, spreekt u tegen een ander op het ogenblik? Wat zegt u? Nee, ik dacht dat u even tegen iemand anders sprak. Ja, mijn dochter die zei wat. Wat? Die moet zich er niet mee bemoeien. Nee, dat vind ik ook. Moet dit maar even... Wat zei ze nou, mevrouw? Als u nog een tip heeft, zegt ze. Heeft ze nog een tip? Als u nog een tip heeft. Of ik nog een tip heb? Ja. Een beetje op weg helpt of zoiets. De heer Zonneveld, de leider van ons orkest, zegt zeer snedig, hij heeft wel een tik, maar geen tip. Oh, wel een tik. Trouwens, ik mag geen tips aannemen in dit bedrijf. Nee. Het is allemaal inclusief hier. Ja. BTW en 15% bediening. Ja, ja. Maar ja, mevrouw, uw dochter had... Oh, ik een tip. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, maar kijk, dat zeg ik iedere middag. Het is versterkt opgenomen. Ja. En het is een hoofdzakelijk geluid, hoor. Hoofdzakelijk geluid? Ja, ja. Dat zei ik gistermiddag ook tegen die dame. Die zei, doosje lucifers, wat dan met je hoofd maken? Dan mag het dan een keer horen, hè? Ja, mevrouw, natuurlijk. Met wie gaat u het beluisteren? Nou, met de buurvrouw, twee dochters. En een kennissie en nog een dochtertje daarvan. Oh, leuk gezelschapje. Ja, hoor, pittig. Kunt u het nu ontvangen? Nou, ik ga eventjes, nou, het is maar twee stappen even een kamertje naar de radio. U gaat even naar uw kamer? Wat ja, in een kleine kamertje. In een kleine kamertje? Ja hoor, dit is vlakbij. Hebt u daar de radio staan, mevrouw? Ja. Ja. Dan gaan we gaan eventjes naar het kamertje. Ja, gaat u maar rustig zitten dan. Het is maar twee stappen hoor. Ja, ga u gaan. Daar heb ik nog nooit radio gehad in. Ja, daar komt mevrouw. Ja, meneer van de Schildbrood. Van, ja. Nou, nou is het alles of niet? Ik ben van Adel geworden ook, van der Schildbrood. Nou, ik heb er een van de drie suggesties van heb gekregen, dat zal ik dan maar zeggen. Dus die drie suggesties die dezelfde? Ja. Ja. Nou, het zomaar, het is alles of niet, het inzeepen met een schele kwast. Nee. Mevrouw van der Zee, ja? Het is goed hoor. Ja? Hey! Ja. Hey! Dat valt er mooi, hè? Ja, we moeten even bijkomen met z'n allen. Ja, maar... Hier ook. Nou, keurig. Dat is mooi, hè? Nou. 250 gulden. 250 gulden. Ik heb er altijd mee geholpen, want ik vond het zo moeilijk, dat geluid. Ja. En daarom zei ik maar van dat hoofdzaak en het hoofdzakelijk geluid. Ja, ik had er drie van en dan twee anderen en zo. Ik had er een stuk of 65 suggesties. Wat waren die anderen nou? Nou, het haarborstelen en de een had kauwgom en de andere elektrische tandenpoetsen dan. Maar ik denk, ik hou me dan maar aan die ene vaart, die vast. Dat, ja, het is alles of niets. Dus, nou, u bent goed geschoren vandaag. Ja, dat denk ik ook. Dat moet ik zeggen, 250 gulden. 250 gulden.
Dan maar een muziekje vragen, hè? Een muziekje, mevrouw? Voor u een muziekje, een muziek. Van Johan Strauss. Wat zegt u de? Radetzky-mars van Johan Strauss. Ja, natuurlijk. Daar kan. Hier komt hij. Verder gaat dit fragment niet van 29 november 1973. Toen kon je al horen dat Jo Budy daar weg was en de leider van het huisorkest was dan Piet Zonneveld. Als je populair bent, dan worden er persiflages op je gemaakt. Raden maar, dit is Kees Schilperoort. Het geluid is driemaal niet geraden van de week. Het is geen groeiende bloem, het is geen stoomfluit en het is geen gastarbeider. En wie heb ik hier aan de telefoon? Dat Van Gele. Wie zegt u? Van Gele. Juist, en u belt vanuit? Leeuwarden. Dat dacht ik al. Ja. Geboren en getogen, hoor. Ja, ja. Dat is het, hoor, meneer Van Gele. Meneer Van Gele, 200 gulden in je kast. Ja. Heeft u het geluid gehoord van de week? Nou, ik heb het gisteren voor het eerst gehoord. Ah, en zei het u iets? Nou, ik weet nog niet wat het is, hoor. Oh, nee. Maar dat geeft eigenlijk ook niet, hè, meneer Van Gele? Nee, want u kunt het geluid nog een keer laten horen, hè? Precies, dat bedoel ik. Daar heeft u recht op. Let u wel goed op nu. De technicus start de band. Hier komt voor u het geluid. Ja. Hallo, meneer Van Gele. Ja. Dit was het geluid. Ja. Wat zegt u ervan? Ja. Het is wel een bekend geluid, hè? Ja, het is niet moeilijk, hoor, meneer Van Gele. Maar ik zou toch nog niet weten wat het is, hoor. Oh, nee. Nou. Mag ik even overleggen? Ja, meneer Van Gele, natuurlijk. Heeft u hulp daar? Ja, mijn vrouw en mijn schoonzuster, die zitten in de kamer. In de kamer, zegt u? Ja. En waar zit u dan? In de keuken. Met een telefoon in de keuken? Ja, dat is een fout geweest van de PTT. Oh. Die hebben een telefoontoestel naast de koffiemolen gemonteerd. Oh. Nou, dan mag ik wel uitkijken dat u niet op gaat bellen als u koffie wilt malen. Meneer Schilperhoor, ja. Dat is toch een grapje, hè? Ja, dat is een van mijn grapjes. Ja, maar dat gebeurt nooit, hoor. Oh, nee. Maar. Meneer Schilperhoor, mag ik even overleggen? Ja. Dan kom ik zo bij u terug. Ja. En dan hang ik u even in de koffie. Ja, doet u dat, hoor, meneer Van Gele. Ja. Nou, dat is prima. Koffie bij meneer Van Gele thuis, dat ruik ik door de telefoon. Goudmerk. Meneer Schilperhoor, meneer daar is iets best. U klinkt van niet kreeg, vertel eens. Ja, ze hebben het geluid in de kamer niet gehoord. Hé, hey, hoe kan dat nou? De radio stond op de verkeerde zender. Dat is pech, hè? Nou. Ja, dat is grote malheur, hè? Ja, wat u zegt, meneer. Ja. Maar kunnen we het geluid nog een keer laten horen? Ja, dat moet dan maar, meneer Van Gele. Let u wel goed op. De technicus start de band, dan komt voor u nogmaals het geluid. Ja. Meneer Schil... Meneer Schilperhoop. Hallo, meneer Van Gele. Ja? Ik heb het geluid even drie keer laten horen. Ja, dat dacht ik al! Het is nou geweest over Hilversum 1, 2 en 3, meneer Van Gele. Maar dat kan er niet mis, hè? Nee, dat zou je denken van niet, hè? Meneer Schil, mag ik nog één... Hallo, mijn naam is Schilperoort, meneer Van Gele, en niet Schil. Maar dan kan u nagaan hoe vlug wij u afzetten als u voor de radio bent. Meneer Schilperhoor, ja. Dat is een grapje, hoor. Ja, dat doen we niet serieus nemen, hè? Nee, ik heb gelachen, hoor, meneer Van Gele. Meneer Schilperhoor, mag ik nog even overleggen? Ja. Dan kom ik zo bij u terug. Ja. Een secondje. Ja, hoor, meneer Van Gele. Meneer Schilperhoor. Meneer Van Gele. Daar ben ik weer. En wat zeiden ze er binnen van? Ja, ze vonden het ook een bekend geluid, hè? Ja. En weet u het, denkt u? Ja, ik geloof wel dat we weten wat het is. Nou, dan moet u het zeggen, want de tijd dringt, meneer Van Gele. Ja, maar ik durf het niet te zeggen. Hoe bedoelt u? Nou, van de KRO. Oh, dat maakt niks uit, meneer Van Gele. We hebben het geluid zelf gemaakt. We hebben het geluid zelf opgenomen, dus u kunt het in alle tijden zeggen. Nou, mag ik het zeggen? Zegt u het maar. Is het een neger uit Mozambique? Uitstekend gedaan. Maar dat mag je vandaag de dag zeker niet zo zeggen. Het was de persiflage van Gerrit Cox en Frans Halsema in 1974 in hun programma Wat je zegt, dat ben je zelf. Dat was waar, want door verandering van schema's van radioprogramma's
konden ze, raden maar, op Hilversum 1, 2 en 3 uitzenden op een gegeven moment. Kees Schilbrood van de KRO zag je ineens bij de VPRO. Ja, hij deed mee aan de Fred Haché-show van Harry Touw op 27 januari 1972 bij Wim T. Schippers bij de VPRO. Was ook te zien in de Barend Servet-show. En op 18 februari 1974 was Kees de gast in VPRO Maandag op de radio en werd over Gert-Jan Kroetmoes aan de tand gevoeld door de man die we van 1983 tot 2003 zo goed zouden leren kennen van het Veronica televisieprogramma RUR, Jan Lenfrink. Oh, meneer Schilbrood, noem me eens Lusten. Ja. De portie op de televisie altijd in het rare programma Mick. De portie en taaltie wat ik nooit enzo wil hebben. Wat is dat voor een taaltie? Oh, dat is meer een taaltie, jongen, dat ik zelf ontworpen heb. Ik kom uit Apeldoorn. De Proostse plat Veluws. Plat Apeldoorns van op de Veluwe. Ik weet niet hoeveel dialecten zitten. En kom je ook die kanten vandaan? Van bij die buurt van Zwolle meer. Uit de buurt van Zwolle, ja, daar kun je zo. Bij de pijpenbussen door zo. Ik ben meer een Zwolse blauwvinger zo. Nee, ik ben geen Zwolse blauwvinger. Nee? Waar kom je dan vandaan? Een Dalse moppen. Oh, een Dalse moppen. Ja, dat heb je ook natuurlijk, hè. Maar kijk eens, ja. Maar hij zo plat praat, zoals in de streek zelf doet. En bij u thuis ook. En bij jullie in de buurt en zo. En die zal het helemaal zo doen, zoals ik dat nou doe. Dan zegt ze in Limburg en in Friesland, verrek, ik verstaan niks van die kiel. Dat is ook niet de bedoeling als je de radio komt. Dus ik weet zelf zo'n dialect ontworpen. Van een ei maak ik eens een i. En ik bied het zo'n beetje af. En dan denk ik, nou, het is wel goed. Maar als mensen nu de apel doen, spreek ik altijd om in donder dat het meer dan verschrikkelijk is. Dat kan ik wel zeggen. In het begin toen ik het deed, oh. En toen woonde ik nog in Apeldoorn. Ik durfde de straat niet op. Ja, maar Annie Palm, waar komt hij vandaan daar? Beverwijk. Dat slaat helemaal nergens op. Maar dat moet ook met zulke programma. Op Geldermans. Kijk, als je zo geboren en getoren bent, dan kun je dat geloof ik ook niet doen. Nee. Hij altijd zo praat. Nee, als je niet verstoort. Nee. Wel, het kan vaker wel handig zijn als je niet verstoort. Ja, dat kan wel eens makkelijk wezen ook. Jongen, dat heb je ook nog overkomen hier bij de VPRO. Maar ja, het probleem is uit de wereld. Ja, we weten doen weer. En we gaan weer verder. Kees Schilbrood bij Jan Lenfrink. Mick met de Boertjes van Buten en het KRO Huisorkest hielden op te bestaan. Dat kwam door de pensionering van orkestleider Jo Budy in 1973. Piet Sonneveld zette het KRO Huisorkest voort, maar het ging in de stijl van James Lush te spelen. Raden maar, met Kees was er tot 1976. Kees Schilbrood had nog ook ander werk bij de KRO. In 1971 startte Interlokaal bij de radio, een magazine op dinsdag en vrijdag van 3:30 tot 5:00. Hieraan werkte mee Anne van Egmond, Lex Lammen als presentatoren. Jan van Kampenhout zocht de muziek uit. Reporters Bert de Winter en Ton Zandkamp leverden bijdrage. En ook Kees Schilbrood deed mee. Wat hij nou precies deed, dat weet ik niet. Er is wel een foto waarbij hij een telefoon in zijn handen heeft. Dat programma werd dinsdags geproduceerd door Jacques van Kollenburg en vrijdag door Fons Dis. In dat programma Interlokaal is het fameuze adres Onbekend ontstaan. Voort een vraaggesprek met een bekende Nederlander, scheepspraat, kinderkopjes, steekligheden en krakenkluis. Dat lijkt me wel iets voor Kees. Interlokaal hield in 1975 op te bestaan. Anne van Egmond kreeg een eigen magazine op de vrijdagochtend, waarin de rubriek Vensterbank, een stekkies ruilbeurs. Zo ging haar programma op den duur ook heten. Kees Schilbrood speelde daarin het spel Klaar is Kees en later het spel Puntje, 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 Puntje. In 1976 hadden ze Kees weer overgehaald om te zingen en nam duetjes op met zijn collega Jacques van Kollenburg. Tine, waar is de halverine? En op het spreekuur is het altijd raden maar. Kees schreef ook columns in de Telegraaf. In 1981 ging Schilbrood met pensioen. Annette van Tricht van Radio Veronica had heimwee naar het spel Raden maar. Haar moeder luisterde daar zo graag naar. Ze kreeg Kees zover om het spel weer te gaan spelen bij Veronica. Ook van 12 tot 2, maar dan 's nachts in O wat de nacht. De KRO maakte bezwaar tegen het gebruik van de term Raden maar. Zo werd het de stemband. Kees had DJ's om zich heen als Erik de Zwart en in dit geval Jeroen van Inkel en Alfred Lagarde. Er werd het nodige geschonken in O wat de nacht. Wil je die stem nog een keer horen? Nou, graag, ja. Langs democratische weg een stukje socialisme te verwezenlijken. Brigitte, ja, nou, van, ja, Den Broek.
Ik zal me wat gokken, want... maar doe het voorzichtig, doe het voorzichtig. Niet zo... dan doe ik dat. Denk er even over na. Overleg even met nabestaanden of... Nou, nabestaanden kan ik niet meer. Dat wil niet. Maar ik bedoel gewoon met... Nevenbestaanden. Mensen die nog bestaan in je omgeving. Nou, nee, ik heb al zoveel overlegd en er komen zoveel verschillende... allerlei namen naar voren, dus dat wordt veel te ingewikkeld. Nou ja, goed, maar je kunt toch wel eens iets aan één van die mensen hebben. Eén van die mensen zegt, nou, dan moet je gewoon zeggen van... Heb jij nou niet iemand daar zitten waarvan je zegt, nou, ik denk dat ik die maar pak? Nou ja, dat heb ik dus ook besloten. Dus, kijk, kijk, daar wil ik nou naartoe. Ja, precies. Dus, gooi je nou maar zo dat antwoord eruit of zeg jij nou... Nou, ik zal het maar zeggen gewoon. Ik denk Max van den Berg. Max van den Berg. Helaas. Ja, nou, ik dacht er nog een heleboel meer, maar dat was nummer 1 op het lijstje. Ja, maar het is Max van den Berg niet. Ja, ik zet hem hier gewoon erbij en ik doe weer 100 gulden in kas. Ja. En zo over een stiefkwartiertje gaan we weer verder. In 1982 werd Kees weer overhaald om te zingen. Ik kan niet zingen, zei Kees. Vader heeft een video. Daarmee speelt hij zelf de show. Hij is de held van heel de straat met zijn geweldig apparaat. Vader heeft een video. De mensen zien te veel, ellende op de buis. Dus maken ze de lol, maar bij hun eigen thuis. Er komt niks vrolijks uit het gooi. Maar wat je zelf maakt is mooi. Het scherm dat blijft dus voortaan zwart. Tot pa zijn eigen film start. Vader heeft een video. Speelt hij zelf de show. Hij is de held van heel de straat met zijn geweldig apparaat. Vader heeft een video. Ja, voor zijn dure splinter nieuwe camera doet hij soms Wibo of Fred Emmer na. Maar bij een serieus bericht trekt hij een oliedom gezicht. En voor zijn laatste NOS-journaal gebruikt hij hele rare taal. Vader heeft een video, daarmee steelt hij zelf de show. Hij is de held van heel de straat met zijn geweldig apparaat. Vader heeft een video. En één keer in de week is net Amerika. Dan doet de hele buurt hier Dallas na. En pa is zelf de grote ster. Hij heeft de hoed op van JR. En in haar blouse van CNA lijkt de buurvrouw nog op Pamela. Vader heeft een video. Daarmee steelt hij zelf de show. De achterkant is aan het tekst van mij. Van, ik heb iets mee in mijn rug geschoten of zo. Ja. De vraag was hoe dit tot stand gekomen is. En vooral hoe je dan toch zong. Nou, kijk, het was een idee van Chef Rademakers. En die heeft altijd waanzinnige ideeën. En daar heb ik vreselijk veel mee gewerkt. En op een dag zei hij tegen mij, Kees, jij gaat een carnavalskraker maken. Ik zeg, zo, daar hoor ik van op, want ik kan niet zingen. Hij zegt, flauwekul, iedereen kan zingen. Ik heb een tekst gemaakt, die is jou op het lijf geschreven. En die gaan wij opnemen bij Kloes van Mechelen in Amsterdam-Noord. Nou, wij naar Kloes... Ja, ik doe dat dan maar. Ik denk, ja, waar begin ik eigenlijk aan? Wij naar Kloes van Mechelen. En daar hebben we het opgenomen. Kijk, en ik zing zo vals als een kraai. En ik heb helemaal geen muzikaal gevoel. Maar als je iedere zin 80 keer zingt... dan is er altijd wel één bij die vrij goed is. En dat is mij gelukt. Wij gingen naar huis... Chef zei tegen mij onderweg, Kees, ik zou iets vertellen. Dit is op de heenweg zei hij dat al. Dit wordt zo'n succes. Je krijgt er helemaal geen geld voor. Want
Kloes en ik betalen alles. Het orkestje en de studio van Kloes moet betaald worden. Hoef je niet aan mee te doen. Je krijgt alleen de royalties. Ik zeg, nou is goed. Hij zegt, en ik garandeer je, dit wordt een topper. En dan verdien jij toch gauw, nou, 20.000 gulden. Ik neem dat s'avonds op. We gaan op de terugweg. Hij zegt, dit is zo goed dat het komt ook nog op een verzamel-LP... met André van Duin en Ria Valk en ik weet niet wat voor toppers, topfiguren hij allemaal noemde. Hij zegt, en daar komt dit ook bij. En dan wordt het 30.000 gulden. En inderdaad, ik kwam daarbij op die verzamel-LP. En 3 maanden later kreeg ik de royalties. Geen 30.000 gulden, 69 gulden 67. Zo gaat dat in de platenwereld. Dat vertelde Kees bij Arend-Jan Heerma van Vos en Wim Noordhoek in de radiovereniging bij de VPRO. Toen Erik de Zwart in 1992 Veronica verliet en Radio 538 oprichtte, nam hij Schilperoord mee voor de piepshow. In de nacht van 25 op 26 september 1998 stopte Kees definitief met radiomaken. Op 26 december 1999 overleed Kees Schilperoord in zijn woonplaats Hilversum op 82-jarige leeftijd, aan een nierziekte. In juni 2003 werd de stemband uitgeroepen tot leukste radioprogramma aller tijden. De bijbehorende zilveren prijs met SZ geschreven telefoon werd uitgereikt aan Kees Zoom. Dit was een programma gewijd aan Kees Schilperoord vanwege zijn 100ste geboortedag. Samenstelling en presentatie Koos Snel, illustraties Erik van Balkum. Als laatste De Boertjes van Buten onder leiding van Joop Budy in 1966 met de aanbeeldpolka van Albert Parlo, die leefde van 1824 tot 1888. De bladmuziek is te vinden onder de noemer Salonmuziek, de Envilpolka, de aanbeeldpolka. Dank voor het luisteren.